Hallo allemaal, superleuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Ik ben Ikki en in deze video wil ik jullie gewoon eventjes kort bijpraten um, over, een uh, over een aantal dingen. Want zoals jullie wel hebben gezien, afgelopen week heb ik uh, niets geüpload, daarvoor ook al minder. En omdat ik toch wel veel vragen kreeg hoe dat nou zit en uh, wat er nou aan de hand is, dus ik maak gewoon deze video, um, zodat die vragen beantwoord zijn en um, dat dat duidelijk is... En ja, ik kan er omheen blijven draaien. Maar ik zal gewoon gelijk beginnen waar het uh, om gaat. En uh, ja, ik heb gewoon heel erg stom mijn elleboog uh, overbelast gekregen. En nou zul je denken, wat heeft dat. ...voor enigszins impact op je kanaal. Nou, het probleem is dat dus achter de pc zitten, met mijn rechterarm, uh, niet wil. Ja, het is niet super spannend, maar het is gewoon heel erg irritant. En nu is het afgelopen twee weken dat ik zoiets had van... Uh, ...ik zie wel, ik wacht het af, ik doe gewoon rustig aan. Maar nu toch maar naar laten kijken. En hij is inderdaad gewoon officieel, uh, officieel uh, overspannen, uh, sorry, overbelast... En nou ja, voor degene die het precies willen weten, ik heb hem overstrekt waarschijnlijk. Als ik hem helemaal gestrekt heb, doet mij dat pijn. En dan moeten jouw gewrichten net ietsje... Uh, uitrekken of zo, we moeten net iets verder doorbuigen, waardoor het net een andere beweging is. En daarin in die houding heb ik hem overstrekt, waar ik dus nu steeds last van heb. En omdat achter de pc zitten zo'n ongelooflijk rare houding is voor jouw elleboog, heb ik daar dan veel last van. Dus um, voor mij ook typen, toetsenbord momenteel niet heel erg fijn. En dus muizen, omdat ik dan enigszins kracht moet zetten, uh, doet mij dus pijn. En um, normaal gesproken ben ik een persoon dat dat niet zo heel veel uitmaakt. Ook, weet je wel, pijn. Daar hoef ik me niet zoveel van aan te trekken. Maar het is me gewoon afgeraden om um, veel achter de pc te zitten. En voor degene die het niet weten, met een video ben je zo een uurtje of vier bezig met bewerken. En nu is het dus zo dat ik na 20 minuten, half uur, echt wel pauze moet nemen. En het dus heel erg lang duurt. Um, wat betekent dat dus nu voor mijn kanaal? Is dat ik het momenteel gewoon rustig aan moet doen. Ik moet gewoon um, me niet vastpinnen op bepaalde dagen, op bepaalde tijden of wat dan ook. Um, wat ik eerder natuurlijk wel deed met mijn woensdag-zondag upload schema. Dat lukt mij nu gewoon niet. En um, ik wil het nog steeds wel proberen. Maar. Ja, ik mag mezelf er niet op vastpinnen. En, um, en ik maak deze video dus eigenlijk ook even om voor mezelf de druk eraf te halen. Dat het voor jullie gewoon duidelijk is hoe het zit. En um, het is verder niks spannends. En het is ook niet dat ik het wil. Uh, ik kan alleen gewoon niet heel erg anders. En um, ja, dat is dus momenteel wat er aan de hand is. Dus is natuurlijk wel zo dat ik natuurlijk nog gewoon kan livestreamen. En uh, gewoon veel meer wil gaan livestreamen. Dus de komende zondagen is het de kans vrij groot uh, sterk nog ik wil proberen um, gewoon de komende weken wekelijks te livestreamen dat zal dus dan steeds zijn op zondag of het me lukt. Goede vraag. Um, maar zorg er dus even voor dat uh, jullie of op Instagram of op Facebook um, mij eventjes in de gaten houden. Kijk, klik even gewoon op de links in de uh, beschrijving die er staan en dan kunnen jullie mij volgen op uh, Facebook of Instagram of iets. Of dat je ervoor zorgt dat je gewoon de notificaties voor mijn kanaal hebt aanstaan en dan zie je gewoon... Uh, wanneer uh, ik live ga. En um, nou ja, dat dus. En het gaat er vanuit, trouwens, de visio gaat er vanuit. dat dit een week of drie, vier gaat duren. voordat ik weer mag opbouwen. Dus niet voordat het over is, maar voordat ik weer mag opbouwen. Met andere woorden, dit gaat nog wel even duren. Goed, het komt wel weer. En de oorzaak trouwens, mochten mensen zich afvragen. ik mest heel erg veel uit. Uh, bij paterij doe ik heel erg veel aan uitmesten. En dat is heel erg belastend voor je elleboog, omdat het met een gestrekte uh, arm gaat. En dus best wel veel uh, belasting erop komt. Nu, dat ben ik gewend. Dus dat is mijn lichaam natuurlijk ook gewend. Het is alleen zo dat ik daarna, uh, voordat ik ook last kreeg, toevallig net 2 meter aquarium heb ingericht. Met andere woorden, stukken hout optillen van 30 kilo. Um, en dat dus met gestrekt in het aquarium leggen. En rare houdingen. En uh, alles met elkaar heeft er waarschijnlijk gewoon voor gezorgd dat mijn elleboog zoiets had. Uh, ik heb vakantie nodig. Dus uh, totdat mijn elleboog heeft besloten dat uh, hij weer genoeg vakantie heeft gehad, moet ik het eventjes rustig aandoen. Uh, met YouTube. En uh, met het bewerken, dan dus vooral. En uh, verder ben ik natuurlijk gewoon. Uh, Bezig met YouTube. Dus het is niet dat ik zelf daarin minder heb. Ik kan alleen gewoon net even wat minder uploaden. Het is ook zo dat de video bijvoorbeeld van dat de matis overgingen. Die ben ik op dit moment dus mee bezig. Alleen um, het duurt me gewoon heel erg lang om die video te werken. Dus hij komt. Hij komt nog, maar uh, jullie houden hem toch goed. Maar uh, dat duurt dus nog eventjes. Verder er komen er nog heel erg leuke video's aan, maar ik moet het gewoon rustiger aan gaan doen met de video's en niet in een dripment schema dat jullie van me gewend zijn. Dus ja, dat wil ik jullie even laten weten. En nu ik dan toch uh, bezig ben met opnemen, een heel erg kleine update over de bakken. Die draaien momenteel niet helemaal 100 punten. Hier dan heb ik een bacteriële infectie en in mijn 1,20 meter, centimeter, of, uh, ja 1,20 aquarium heb ik ook een uh, Bacteriële infectie zitten. Dus beide bakken zitten momenteel in de baktopuur. En ik zie in beide bakken al verbetering. Dus het komt wel weer goed. Alleen uh, dat is dus een beetje jammer dat uh, ik ook ondertussen nog eens twee bakken ziek heb. Dat is gewoon. Ja, bacteriële infectie eruit. En ik hoop dat het daarbij blijft. Het is alleen nog even afwachten. Of de maanden gezond blijven, omdat die er natuurlijk hier een hele tijd bij hebben gezeten en niet dat ze bacteriële infectie hebben meegenomen de twee meter in, want dat zou zwaar shit zijn. Maar um, voor nu lijkt het niet zo en um, heb ik er vertrouwen in dat uh, die bak gewoon gezond blijft. En verder shit dus nu de bak in quarantaine. In ieder geval de bak die ziek zijn, maar ik heb zoiets van er gaat sowieso nu geen planten weg, um, er gaat niks uit of in. Um, ik wacht wel even daarnaast. Er zijn trouwens wel nieuwe vissen gekomen voor de 2 meter die ik hier inmiddels in quarantaine heb zitten. Um, maar die blijven dus ook nog wel eventjes in quarantaine. Um, Totdat de bakken allemaal uh, weer goed zijn. En ook zitten er nieuwe vissen in voorbij de 1 uh, meter. Er zitten wel een paar S bij bij. Eh, zodat dit, deze groep wordt aangevuld. Maar dat eh, zal dus allemaal nog even moeten, moeten duren. Maar dat zien jullie ook allemaal wel in de komende, komende video's. Eh, maar dit wou ik in ieder geval even laten weten. En dan eh, zie ik jullie verder heel erg graag weer terug op mijn kanaal. En eh, verder wens ik iedereen een fijne dag. En eh, zie ik jullie terug bij de volgende video. Dus eh, doei!